De Berlijnse muur is misschien wel het symbool van de Koude Oorlog. In 1961 wordt deze muur gebouwd, en in deze video gaan we eens kijken waarom dat gebeurt. En die muur zorgt er feitelijk voor dat West-Berlijn wordt afgescheiden van de rest van haar omgeving. Ja, West-Berlijn dat, dat is uh, nog steeds een uh, kapitalistisch stukje, hè, een democratisch stukje, wat bij het Westen hoort. Maar dat ligt midden in Oost-Duitsland, in die communistische DDR. En West-Berlijn heeft daarom een hele belangrijke symbolische functie voor het Westen. En je kunt dat misschien wel vergelijken met uh, het Gallische dorpje... dat je misschien wel kent uit de strips van Asterix en Obelix. Hè, de Romeinen hebben heel Gallië veroverd. Maar heel Gallië zegt de strip dan... nee, er is één dorpje dat dapper weerstand blijft bieden tegen die Romeinen. Nou ja, en zo is het eigenlijk misschien ook wel een beetje met West-Berlijn. Heel Oost-Duitsland... Is communistisch, maar nee, er is één klein stukje, namelijk West-Berlijn, dat dapper weerstand blijft bieden tegen het communisme. En het heeft dus een belangrijke symbolische functie, want ja, de gedachte is een beetje: zolang West-Berlijn blijft bestaan, kan het communisme niet winnen. Als ze zelfs dat kleine stukje niet in kunnen nemen, dan kunnen ze de rest van de wereld zeker niet innemen. En als de West-Berlijners zich tegen het communisme kunnen verzetten, dan kunnen wij dat allemaal. Weet je wel, dat was een beetje de gedachte in het Westen. Maar West-Berlijn was dus wel like een heel vreemd stukje, zo op de kaart ook als je het ziet. Maar West Berlijn was eigenlijk sowieso een beetje een vreemde stad. Omdat je overal had je een streng bewaakte grens tussen het Oostblok en uh, het Westen, dat ijzeren gordijn. Maar eigenlijk zat er één scheur in dat ijzeren gordijn en dat was bij Berlijn. Want je kon namelijk zomaar van Oost-Berlijn, vanuit communistisch Berlijn dus, West-Berlijn binnenlopen. Je stak de straat over en je liep ineens van de communistische wereld de westerse wereld in of andersom. Dus hoe streng bewaakt dat hele ijzeren gordijn ook was, in Berlijn was daar heel lang geen sprake van. En dan begint er in 1961 een nieuwe crisis rondom West-Berlijn. We hadden al eerder gezien, natuurlijk, met die blokkade van Berlijn. Maar uh, nu dus een nieuwe crisis. Want wat is er dus aan de hand? Nou, in de jaren voor 1961 vluchtten veel Oost-Duitsers via Oost-Berlijn naar het Westen toe. Zoals gezegd, en je ziet dat hier dus ook heel duidelijk op deze foto. Je kunt hier gewoon uh, het Vrije Westen binnenlopen of binnenfietsen en er was niemand die je tegenhield. En als je dan dus vanuit Oost-Berlijn West-Berlijn binnenging, ja, dan kon je via West-Berlijn vanzelf door naar West-Duitsland en naar de rest van de Westerse wereld. Dus veel Oost-Duitsers gebruiken ...bruikten uh, Berlijn eigenlijk als soort vluchtroute. En dat begint echt een probleem te worden voor de DDR... ...want het gaat niet om tien mensen, nee, het gaat om tienduizenden... ...en zelfs honderdduizenden mensen en die DDR die loopt dus leeg... Dus die willen er eigenlijk iets aan doen. Ja, en Khrushchev, dat is de opvolger van Stalin, de nieuwe leider van de Sovjet-Unie, uh, die zegt dan ook tegen de Amerikaanse president Kennedy uh, dat de Amerikanen moeten vertrekken uit West-Berlijn. Want hij wil eigenlijk gewoon West-Berlijn ook het liefst uh, bij uh, het communisme krijgen. Maar de Amerikaanse president Kennedy die weigert dat verzoek. Ja, en dan zit er dus maar één ding op wat dan nog kan gebeuren: de Sovjet-Unie en de DDR die besluiten om de Berlijnse muur te bouwen. He, dus helemaal om West-Berlijn heen, dat is namelijk allemaal uh, grondgebied dat in handen is van de DDR, wordt een muur gebouwd. En van de ene op de andere dag is het dus niet meer zoals je het hierboven op die foto links ziet, uh, maar zijn er ineens grensposten en, en staan er hekken en wordt er uiteindelijk dus een hele muur gebouwd. En kun je dus niet zomaar makkelijk meer uh, van oost naar West-Berlijn toe. Dat gat in het ijzeren gordijn wordt gedicht en die muur die zal er uiteindelijk 28 jaar blijven staan.